Ik zal me even voorstellen, ik ben Jaap Bakker, operationeel manager bij GAIESO. Sinds een aantal jaren werken we tot volle tevredenheid samen met Boijmans. Mijn functie is operationeel manager. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud, de nieuwbouw en alle projecten in het park. Overal waar de gas mee in aanmerking komt, is mijn verantwoordelijkheid. Een aantal jaren geleden zijn we in contact gekomen omdat we een probleem hadden met de manier van bouwen zoals we in het verleden deden met spuitbeton. Dat vonden we toch niet echt fraai. En toen hebben we eens rondgekeken wat er voor mogelijkheden waren. En toen kwamen we eigenlijk in contact met de natuursteen, natuursteenbrokken. We dachten altijd dat is veel te zwaar en te moeizaam om mee te werken in het park, zeker om in een bestaand park. We hebben toen een aantal nieuwbouwprojecten gedaan, waar je toch met grote machines bezig bent. Dus daar ging het al heel gemakkelijk. En het bevalt eigenlijk prima. We hebben voor Boijmans gekozen omdat wij graag in de regio werken. We werken met bedrijven die hier in de buurt liggen. En Boijmans is een groot bedrijf qua assortiment. We halen steen uit heel Europa, dus we kunnen eigenlijk onze wensen kenbaar maken en zij zoeken de steen daarbij. Om onze keuze te bepalen ben ik al vaker op het lager geweest van Boijmans om te kijken naar mooie stenen die bij ons in het park passen als ik weer een project had. Maar ik heb ook een mooi assortiment gekregen, een klein pakje met verschillende soorten stenen die zij kunnen leveren. Het is te hergebruiken, dus je kunt het hier gebruiken, maar als we over een paar jaar die muur zat zouden zijn, dan kunnen we ergens anders in het park weer hergebruiken. Dat is gewoon het grote voordeel van natuursteen. We kiezen voor duurzame materialen. We gebruiken veel eikenhout, larixhout, wat uit de regio komt. En daar valt natuursteen natuurlijk ook onder. Ja, maar natuursteen heeft ook gewoon, dat is zo'n historie. Wat je nu ziet is eigenlijk het eindproduct, maar die hele steen hebben ontwikkeling doorgemaakt. Het is gegroeid in de aarde en wij gebruiken het eigenlijk het eindproduct. Ja, waarom wij voor Boijmans hebben gekozen is de grote diversiteit die ze hebben aan stenen. Ze kunnen snel leveren, verschillende kleuren, soorten. En wil je het echt zien, dan moet je een keer hier komen kijken en ga je zo. Dan kun je zien wat er met de stenen te doen is, wat er van mogelijkheden zijn. In dierentuinen, maar natuurlijk ook in pretparken of in andere speelterreinen.